Wij waren op het politiebureau aangekomen op zoek naar aanwijzingen waarmee wij de vrouw op het station weg moeten krijgen, de geest. Mm-hmm. Wij moeten namelijk haar naam weten. Ja. Volgens mij. En we moesten een voorwerp zoeken wat met haar verbonden is. Ja, net als bij oma. En wij moeten leren hoe we de tijd kunnen veranderen als geest. Ja. Kijk, wij doen ons voor als familielid van de vrouw die op de rails is gevallen. Oké. Okay. Wij doen ons voor als een zielige vrouw. A sensitive disposition. Dat is onze vriendin, toch? Helena Hawkins. Ja, de parkmevrouw. Ja. Ignore the girl. Misschien kan de geest gewoon daarachter langs lopen. Ja. We gaan overleggen, denk ik. Kijk. Access to the back room. En die deur is open, dus hij kan daar dan toch gewoon naar binnen. Ja, gewoon daarin geesten. Ja. Ja. Hop. Kijk, hij kan daar gewoon naar binnen. What? The Irish Republican Army is planning an action. Dat zijn misschien die vrienden van Tipper. Hmm. Ik vermoed dat dat die vrienden van Tipper zijn. A man on the inside. Nou, laten we eens even kijken in het kantoortje. Hier is de file. Dat is ook het enige wat ik kan doen. Ligt ook gewoon klaar. Ja. Oké, dit was het. What luck, I must return instantly. Oké. En hij heeft nu alles al gezien natuurlijk. Ah. Tippers context. Lekker hoor. Ah. Oké. Okay. Dus wij gaan nu ook ons daarmee bemoeien. Met de Irish Republican Army. I march to the ballad of Brian Boru. Wat? We moeten die zin gaan uitspreken tegen mensen op het station. Mm. Zodat zij denken, dit is een sympathisant. Denk je niet? Mogelijk. Kijk, dan gaan we weer naar het station. En dan gaan we die zin uitspreken tegen stationsmensen. Stationsmensen? Mm. Of moeten we eerst prompt Tipper's Memory doen?
met die quote. Kijk, dit hebben we allemaal al gezegd. Ja. Nee, die zin hebben we allemaal al gehoord. Ja. Kijk, wat we hebben als quests. Bring the letter, dat moeten we nog doen. Prompt Tipper's memory with sketches of his life with papa. Ja, dus we gaan terug naar hij. We gaan terug naar hij. Dat is een geest. Op. Kijk, hier ontbreekt nog iets. Nee, rechtsboven. Misschien wel deze vrouw. Mm. Nee. Zie je dat? Ja. Er ontbreekt een figuur. Dit zijn sketches of his life. Die ghost woman, daar hebben we nog niks van. En die gekke artikelen. Nee. Show Helena's article to Mrs. Digby, dat is die vrouw. Mm-hmm. Laten we eens bij Tipper gaan kijken of we die quote, of dat iets losmaakt bij zijn geest. We weten het niet, hè. Ik kan ook nog met deze dooi praten. Is not familiar to me. Are these sketches familiar? Zijn dingen die we gevonden hebben. Kijk. Ja, ik kan hier niks meer aan verplaatsen verder. Nee. We must search anew and return. Maar ik kon niet de pagina veranderen. Nee. Misschien moet ik een individueel plaatje aanklikken nog, als we met Tipper in een gesprek zitten. Zo misschien. Nee. Die papieren die hij schreef. Ik kan verder nergens op klikken hier, zie je dat? Nee. En die dingen die daar al staan rechts in het boekje? Ja. Nee, ik mis iets. Maar die kunnen niet in andere volgorde nog? Nee, dat ik kan er niet mee slepen. Ah. Ik kan er niet mee slepen. Je hoort er niet bij. Dit? Hé, hey, die foto is hetzelfde. Ja. Dying on the tracks leaves a ghost hunting the station. Death by misadventure. Misschien kunnen we dat met die geest doen. We kunnen ook nog. Kijk, we hebben natuurlijk een artikel gelezen. Misschien kunnen we dat nog aan die agent laten zien. Dat hebben we nog niet gedaan, of wel? Oh ja. Oh ja, we hebben geen pertinent dingen. Kan hij nog bij hem in zijn hand kijken? Nee, en ik kan hier verder ook met niemand praten. Nee. Hier rechts. Hier is ook niks. Nee. Oké. We kunnen nog naar de vrouw in het park om te zeggen dat die agent haar een unreliable source noemt. Is dat nog een idee? Nee. Nou ja, weet ik niet. Nee. Kan niet. Dan vermoed ik dat we toch iets op het station moeten doen.
prompt Tipper's memory with sketches of his life with papa. Maar dat werkt dus niet. Want dat deden we net. Ja. Ja, als ik met al die mensen praat, dan krijg ik geen nieuwe informatie. Hè? Ah, I want up. Brian Bory, we zeiden het, ja. Dit zijn de Ieren. Zeker weten. Hij kan de brief vertalen. En die kunnen we dan aan Tipper laten zien. Ja. Hallo? Wat? Ik gaf de verkeerde item. You could translate this letter. Dat is deze, toch? Ja. Ja, maar je moet alleen die letter doen. Je weet oh ja. Die andere. Ja, 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 ja. Goeie brief. Ja. Vrouwlijn? En die brief, die kunnen we dan waarschijnlijk wel aan Tipper laten zien nu. Vermoed ik. Inderdaad. Ja. Ja. Laten we. Nieuw clue. Kijk, die criminelen zijn een clue. Hier, in Whitechapel. De crime scene is nog steeds undisturbed, zegt ze. Is toch gek, hè? Nou, oh, bijzonder dat je elke keer terug kan gaan en dan gewoon twee dooien daar liggen. Ja. De deur open. Dit zijn die mannen die daar rechtsonder nog schimmen zijn. Kijk. Heb ik een. Dingen combineren. Trinity College. Dat zal een nieuwe locatie worden. Ongetwijfeld. Great understanding. We missen iets. Een dokter.
Oos. Wat? Mogelijk schop ik. Dat zijn die criminelen. Ze bedreigen ons. Ja. Zij zien natuurlijk die geesten niet. Nee. Politie. Iedereen wordt opgepakt. Ja. Handig. Hè? Jenny. Voor wat? Ja, geen idee. French intelligence. Blijkbaar wel. Ah. New clue. Vader zat in de geheime inlichtingendienst van Frankrijk. Ja. Unsavory characters. Lijkt me altijd een gevaarlijke tijd. Ja. Ja. Wel goed advies. Ja. Is de veilige optie. Unexpected adventure. Ja. Het ligt eraan. Goed interview. We worden gewaarschuwd. We zijn nu met onze vriendin. Ja. Waar gaan we heen dan? Ja, dat weet ik ook niet. Misschien weer terug naar... Ja. Oh, ja. Toch. Terug naar het park. Dat klopt. De Gem Bureau. Klinkt wel fancy. Hm.
geheimzinnige man, onze vader. Ja. Ja. Hebben we nog opties? Nee. Nou, zij zegt, we moeten weer terug naar Tipper. Ik stel voor dat we hier een checkpoint van maken. Ja. Namelijk het ontcijferen van de brief is gelukt. En dan gaan we in de volgende video kijken of we verder kunnen komen met het vinden van informatie. Vind ik leuk. Dus graag weer. Tot dan.